would have been pretty bad. Door de hele oorlog heen waren gevechtspiloten romantische heldenfiguren die zich als eenlingen onderscheiden in de anonieme massaliteit van de moderne oorlogsvoering. Ze spraken tot de verbeelding van de mensen. Ze hadden iets weg van ridders in een steekspel in de lucht. The verhouding. In fact, I personally feel that we probably execute Soviet tactics better than the Soviets do, but that's a personal feeling. Start using particle beam weapons, when they start using laser technology, then I don't know if I want to put my butt in one of those airplanes or not. You know, if it's Buck Rogers, maybe it's time to put Cylons in.